echt nooit zonder make-up de deur uit. Ook niet even aan de wakker. Maar dit herkennen vast heel veel vrouwen. Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik heb net de kindjes in school gebracht en nu zit ik nog eventjes aan een koffie. Ik heb straks een hele leuke afspraak met een ambassadeur van de Brandhondenstichting. Dus ik moet me nog even bijwerken en optutten en dan ben ik er klaar voor. Ik heb me net eventjes snel opgemaakt om de kinderen weg te brengen naar school. Maar dat moet ik eventjes opnieuw doen. Ik ga echt nooit zonder make-up de deur uit. Ook niet even aan de wakker. Maar dit herkennen vast heel veel vrouwen. Uiterlijk is voor mij een dingetje, omdat ik wel echt het idee heb dat er heel erg naar me gekeken wordt. En dan wil ik er ook gewoon goed uitzien. Ik heb ooit een keer gehoord dat iemand had gezegd dat hij het heel erg vies vond. Nou, dat vond ik echt zo naar om te horen. Dat ik dacht, nou ja, juist daarom wil ik het alleen al er juist goed verzorgd uitzien. Om dat beeld in ieder geval weg te krijgen. En ik weet dat het niet belangrijk is wat anderen van je vinden. En dat het erom gaat dat je jezelf maar leuk vindt. Maar even serieus, om die onzekerheid weg te houden, blijf ik gewoon maar tegen mezelf hameren dat ik niet negatief moet gaan denken, maar juist positief. En als dat echt niet werkt, nou, dan ga ik maar kleren kopen of een nieuwe nagellak. Dat is dan nog een idee. Herken je dit of heb je tips? Laat het hieronder eventjes weten in de comments. In ieder geval, dankjewel voor het kijken.